Goed, jongens en meisjes. Door de omstandigheden geen lessen in deze periode. Maar dus wel tijd om het allerlaatste filmpje van het allerlaatste hoofdstuk te maken. Dus ik ga u door het laatste hoofdstuk nemen. Het is in hoofdlijnen, dus niet alles zit erin. Maar in grove lijnen de meest belangrijke zaken vanuit het hoofdstuk 5, de wereld na 1945. En dat komt erop neer dat we in de praktijk over decolonisatie gaan hebben. He, zoals dat plaatje, hier zijn alle kolonies in Afrika, kan je dat nog zien. Frankrijk had heel veel kolonies. De periode waarin Europese landen hun kolonies gaan verliezen. We gaan het over de Koude Oorlog hebben. Ja, zo zie je dat. En we gaan het over de ontzuiling van Nederland hebben. Allereerst de decolonisatie. Hoe zag dat er voor Nederland uit? Toen in augustus 1945 de Tweede Wereldoorlog in Azië voorbij was, verklaarde op 17 augustus 1945 Sukarno Indonesië onafhankelijk. Hij wilde los van Nederland komen en dat had hij ook al eerder kenbaar gemaakt. Hè. In de jaren 30 was Sukarno en een aantal van zijn compagnons, waaronder Hatta, die waren bezig geweest om los te komen van Nederland. Ze wilden niks meer met Nederland te maken hebben. En toen de Tweede Wereldoorlog voorbij was, de Nederlanders daar nog in de kampen zaten, Nederland zelf net nog aan het bijkomen was van de oorlog, zag hij zijn kans schoon en verklaarde hij Indonesië onafhankelijk. Nederland, die vond dat niet zo erg prettig. En dat vonden we in die zin niet prettig. Sterker nog, we waren eigenlijk bang dat op het moment dat wij Indië zouden verliezen, dat er een ramp voor Nederland zou beginnen. Hè. Wij zouden verliezen leiden, grondstoffen verliezen. Wij zouden een heleboel gebieden verliezen. Indië verloren, rampspoed verloren. Dat was het idee. Dus wat deden wij? In 1947 begonnen wij met de politionele acties. En die politionele acties die waren voor Nederland heel succesvol. Want wij wisten eigenlijk in hele korte tijd grote gebieden te veroveren. En daar gingen wij dus ook mee verder in 1948. Heel succesvol voor Nederland. Heel bloederig voor zowel Nederland als Indonesië. Dus dat waren acties waar niet iedereen even blij mee was. Sterker nog, de Verenigde Staten en de Verenigde Naties die waren eigenlijk wel een beetje boos op Nederland. Die vonden dat elk land in de wereld onafhankelijk moest kunnen zijn. Dat elk land een eigen land mocht zijn. Dus Nederland werd gedwongen na die acties, hè, ondanks dat we er toch twee hadden gehouden, om te gaan onderhandelen met Indonesië. Zo gezegd, zo gedaan. En dat begon in 1949 en dat leidde uiteindelijk op 27 december 1949 tot de soevereiniteitsoverdracht van Nederland. Nederland maakte van Indonesië, hè, die erkende de onafhankelijkheid, die erkende dat Indonesië een zelfstandig land was. En Indonesië was vanaf dat moment dus ook volledig zelfstandig. Twee data worden dus ook wel gezien voor de onafhankelijkheidsdag van Indonesië. Nederland in die periode daarna had toch een beetje moeite mee, dus die gebruikte vaak 27 december 1949. Maar een heleboel andere landen, en tegenwoordig hoor je dat in Nederland ook steeds vaker, die gebruiken 17 augustus 1945 en die erkennen dus het moment dat Sukarno de onafhankelijkheid had uitgesproken. Dat was het stukje decolonisatie voor Nederland, hè? Want Nederland verloor daarmee een kolonie. En dat gebeurde dus met nog een heleboel andere Europese landen in die periode. Een ander belangrijk onderdeel van hoofdstuk 5 is de Koude Oorlog. En die Koude Oorlog die draaide eigenlijk om een strijd tussen twee landen. En na de Tweede Wereldoorlog bleven de Verenigde Staten en de Sovjet-Unie als enige over als twee supermachten. De Sovjet-Unie was communistisch en de Verenigde Staten was kapitalistisch. En dat laat ook gelijk zien wat voor groot verschil er tussen die twee landen eigenlijk zat. Communisme houdt in dat ze voor gelijkheid zijn, dat ze willen delen. Als je geld verdient, dat gaat naar de overheid en die verdeelt alles weer netjes. Kapitalistisch houdt in dat je het geld ook zelf mag houden. Dus dat geld wat je verdient, dat mag je zelf houden en dat mag je zelf investeren uiteindelijk. Dus die twee landen die waren grote, grote vijanden van elkaar doordat ze zo verschilden van elkaar. Zij gingen elkaar dus eigenlijk zien als elkaars concurrenten. Die tegenstelling die was in Europa ook te zien. Want in Europa gingen er twee blokken ontstaan. Hier zie je het blauwe blok, dat werd het Westblok, en het rode blok, dat werd het Oostblok. In het oosten gingen zogenaamde satellietstaten ontstaan. Die wilden de Sovjet-Unie graag hebben, bij een afspraak gemaakt in 1945. Omdat zij zeiden, wij zijn twee keer vanuit het westen aangevallen door Duitsland. Dus wij willen dat een aantal bevriende regeringen van ons in het westen liggen. Zodat wij niet bang hoeven te zijn om aangevallen te worden. Die afspraak die werd gemaakt, toentertijd ook nog erkend door de Verenigde Staten en Engeland. Want toen waren ze nog volop bezig met de Tweede Wereldoorlog. Dus de Sovjet-Unie kreeg daar zo een aantal bevriende regeringen die daar zo aan de macht waren. En daarmee werd ook die scheiding in Europa dus duidelijk. Dus er ging een duidelijk Oostblok ontstaan
en een Westblok. En de scheiding met het IJzeren Gordijn. Hè, dat was echt een hek met wachttorens waar je echt niet langs kon. Er was nog één stukje land, dat ligt hier zo, dat kan je op het kaartje niet zien, maar daar lag Berlijn. En daar waren nog wel onderdelen van West-Europa. Dat was nog voor een stukje van Amerika, van Frankrijk en van Engeland. Maar in 1948, 1949 ging Stalin en Oost-Duitsland die gingen dat afsluiten. Hè. Er konden geen auto's meer in en geen auto's meer uit. In de poging dat het Westen dat gebied zou opgeven. Wat gebeurde er nou? Ze gaven het niet op. Dag en nacht kwamen de vliegtuigen met voedselproducten en dergelijke, zodat West-Berlijn nog bevoorraad kon worden van producten. Dus die blokkade van Berlijn, zoals dat wel werd genoemd, die mislukte. En West-Berlijn bleef dus in eigendom van eigenlijk het Westen. Die strijd die werd ook duidelijk eigenlijk in de vorm van bondgenootschappen. Want dat Westblok dat ging zich verenigen in het bondgenootschap de NAVO. En het Oostblok ging dat doen in het Warschau-pact. Hè. Zo'n bondgenootschap dat hield eigenlijk in op het moment dat de een aangevallen zou worden, zouden de andere landen hen gaan helpen. En omdat die landen eigenlijk niet direct in oorlog kwamen met elkaar, werd het een soort van wedstrijdje. En dat wedstrijdje dat noemen we de wapenwedloop. En de wapenwedloop dat houdt eigenlijk in, ze durfden elkaar niet aan te vallen. Maar er was zo'n gevaarlijk wapen, namelijk de atoombom, dat ze elkaar daarmee gingen proberen te intimideren. Hier zo zie je de hoeveelheid atoomwapens wat beide landen wanneer op welk moment hadden. En omdat ze elkaar niet durfden aan te vallen, gingen ze eigenlijk juist meer en meer wapens maken om de ander daarmee eigenlijk bang te maken. Maar ja, doordat ze dat deden, ging de ander ook meer en meer wapens maken. Dus die wapenwedloop, die zorgde eigenlijk, dat was de oorlog in feite. Ze gingen niet met elkaar in gevecht, direct overigens. Maar ze waren dus bezig met zoveel mogelijk wapens. En ongeveer in de jaren 50 waren er al genoeg wapens om eigenlijk elkaar volledig te vernietigen. Hè. Dus dat geeft wel aan de hoeveelheid dat er hier zo daadwerkelijk waren. Berlijn die speelde een belangrijke rol, of een gekke rol eigenlijk erin. Want het lag in het Oostblok, maar het hoorde ook nog voor een stukje bij het Westen en het hoorde nog een stukje bij het Oosten. Nou, het IJzeren Gordijn was al een scheiding tussen Oost en West. Maar Berlijn was nog het enige gaatje wat er was. Tot 1961. Toen besloot Oost-Berlijn en Oost-Duitsland om de Berlijnse muur te bouwen. Dat zie je ook hier zo in het onderste plaatje. Van de ene op de andere dag werd er een muur gebouwd tussen Oost en West, zodat ook het laatste gat waarmee je door van Oost naar West-Berlijn of van West naar Oost-Berlijn kon, dat werd volledig gedicht. Van de ene op de andere dag, langs huizen, straten werden afgesloten van elkaar. En mensen konden toen dus definitief niet meer van Oost-Europa naar West-Europa. Er waren dus eigenlijk weinig conflicten. Weinig directe conflicten tussen de Verenigde Staten en de Sovjet-Unie. Maar er waren wel diverse conflicten. En dat had met name te maken dat Amerika deed aan containment. Dat houdt in indammen. Want wat je hier zo ziet, dat is ook wel de domino-theorie, de containment-politiek. Zij geloofden erin dat naarmate er meer landen communistisch werden, dat er meer domino-steentjes om zouden vallen. En dat er dus meer landen communistisch zouden worden. Hè. Je ziet China is omgevallen, Korea is omgevallen, Vietnam valt om, Laos, Cambodja. Nou, al die landen zouden daardoor wel eens communistisch kunnen worden. Dus Amerika die ging op een aantal van die plekken ingrijpen. Korea-oorlog ontstond daaruit, de Vietnamoorlog stond eruit, in een poging om dat communisme in te dammen, om ervoor te zorgen dat zich dat niet verder zou verspreiden. Dat lukte maar deels, want Noord-Korea werd uiteindelijk wel communistisch, Vietnam werd uiteindelijk wel communistisch. Dus dat lukte eigenlijk niet heel erg succesvol. Dat waren dus wel momenten waarop er werd gevochten tussen het Westen en het Oosten. He, nooit direct is er gevochten tussen de Verenigde Staten en de Sovjet-Unie. Maar het zijn wel voorbeelden van conflicten waarbij het kapitalistische Westen vocht tegen het communistische Oosten. Waarbij niet altijd er een duidelijke winnaar kwam. He, het communisme won soms, maar soms ook het kapitalisme. Er was één moment in de Koude Oorlog dat er echt op een haar na een groot conflict begon tussen de Verenigde Staten en de Sovjet-Unie. En dat was de Cuba-crisis. Cuba werd van de een op de andere dag, het was in de jaren 60, werd ook communistisch. En op Cuba kwamen diverse kernwapens te staan. En die bommen die lagen opeens heel dichtbij Amerika. Hier zo zie je Amerika, hier zo zie je Cuba. En doordat Amerika zo dichtbij was, voelde Amerika zich enorm bedreigd. Dus Amerika raakte een klein beetje in paniek, trok met vloten richting Cuba, begon Cuba te omsingelen in een poging om Cuba af te sluiten van de wereld.
10 dagen duurde dit conflict ongeveer, deze crisis. Er was hoog overleg, want Amerika in rep en roer mobiliseerde het leger, wilde Cuba aanvallen, was in staat om de Sovjet-Unie aan te vallen. Sovjet-Unie ook hoog overleg, want wilde natuurlijk ook eigenlijk niet dat er een kernoorlog zou beginnen. Dus in dat conflict, wat die ongeveer die 10 dagen duurde, werd op het nippertje werd er een enorme nucleaire oorlog werd er eigenlijk voorkomen. En doordat ze dat op dat moment eigenlijk wisten te voorkomen, ja, werd vanaf dat moment de relatie tussen die twee langzaam maar zeker beter en beter en beter. Al dat maken van die kernwapens, hier zo staat 1885, maar dat moet 1985 zijn, kost een heleboel geld. En toen in 1985 Gorbachev, deze man, de president werd van de Sovjet-Unie, wilde hij de Sovjet-Unie gaan veranderen, want het ging economisch niet zo goed. En hij had daar twee plannen voor bedacht. Enerzijds de perestroika, betekent hervorming in het Russisch, en anderzijds de glasnost, dat betekent openheid in het Russisch. De perestroika hield in dat er langzaam maar zeker wat meer winst gemaakt mocht worden, dat mensen eigen bedrijfjes mochten starten, dat er meer internationaal samengewerkt mocht worden. En glasnost aan de andere kant hield in, betekent letterlijk openheid, dat mensen langzaam maar zeker hun mening mochten gaan geven. Dus langzaam maar zeker werd de Sovjet-Unie niet echt meer communistisch, maar schoof het iets naar het kapitalisme door. Door die verandering groeide de samenwerking tussen het Westen en het Oosten. En in 1985, kijk hier zo, of 1989, hier zo zie je dat ik diezelfde fout heb gemaakt, moet 1989 zijn, verklaarde Gorbachev dan dus ook dat de Koude Oorlog definitief voorbij was. Er was een einde, ze waren niet meer elkaars vijanden en de Sovjet-Unie veranderde eigenlijk vanaf dat moment in ja, een heleboel diverse landen die uiteenvielen. Want die veranderingen zorgden ervoor dat er in Oost-Europa protesten kwamen, want er was vrijheid van meningsuiting langzaam maar zeker. En een heleboel Europese landen, Oost-Europese landen, die gingen verkiezingen toestaan of die wisten niet hoe ze met die protesten om moesten gaan. Dus in die verkiezingen verloren de communistische partijen vaak. Of de scheiding tussen Oost en West kwam te vervallen. Het IJzeren Gordijn viel, de Berlijnse Muur viel in november 1989. Dus na die veranderingen van Gorbachev, met die perestroika en die glasnost, kwam langzaam maar zeker heel Oost-Europa eigenlijk ja, in een soort van vrije val. Het werd democratischer, het werd vrijer. Het waren geen satellietstaten meer. Ze hadden het zelf voor het zeggen, ze mochten zelf gaan beslissen en doen en laten wat ze wilden. En daarmee kwam dus ook daadwerkelijk een einde aan die Koude Oorlog. De NAVO, een van de militaire bondgenootschappen, zou je zeggen, die was dus eigenlijk niet meer nodig. Maar die NAVO die bleef wel bestaan. Want er kwam eigenlijk een nieuwe vijand. En die liet even op zich wachten. Die was niet gelijk in 1990. Die nieuwe vijand die diende zich aan op 11 september 2001... Ik weet het nog zelf goed, ik zal u de anekdote besparen. Maar op dat moment was er een aanslag op de Twin Towers in Amerika. Niet alleen de Twin Towers, ook op het Pentagon en er waren nog meer vliegtuigen gekaapt. Maar diverse terroristische organisaties zoals Al-Qaeda, die vielen Amerika. En dat bondgenootschap bestaat dus op de dag van vandaag eigenlijk nog tussen diverse westerse landen oorspronkelijk. En zij werken nog altijd samen en dat hebben zij vanaf dat moment ook gedaan in de samenwerking tegen het terrorisme. En daarmee bestaat dat bondgenootschap dus eigenlijk nog steeds. Dit is deel 1, want het volgende wat we gaan doen, dat gaat over de wederopbouw. En het is denk ik een natuurlijk moment om hier zo de knip te maken. Dus dit was het onderdeel decolonisatie en Koude Oorlog. Hierna, volgende filmpje, deel 2... volgt de wederopbouw van Nederland.